De gemeente Leiden-Dorp heeft de energieprijs in ontvangst mogen nemen. Dit is naar aanleiding van de energieprijs die de gemeente begin 2022 won. Wethouder Bob Vasthout mocht samen met minister Rob Jetten de energieprijs in de vorm van een laadpaal onthullen bij het oude informatiecentrum A4. Ja, Leiden-Dorp heeft de afgelopen jaren laten zien dat je juist ook als kleine gemeente heel groot kan zijn in die energietransitie. Door goed samen te werken met je omgevingsdienst, met lokale bedrijfsleven, om echt maximaal energie te besparen. Zodat we op die manier ook ons steentje bijdragen aan een beter klimaat. Ik ben ook heel blij dat ik als minister hier Leiden-Dorp in het zonnetje mag zetten en ze mag feliciteren met hun enorme successen. De gemeente ontving de prijs doordat zij in 2021 het meest succesvol waren bij het geven van inzicht in energiebesparing. 91% van de Leiden-Dorpse bedrijven heeft destijds inzicht gegeven. Nou, dat betekent dat we heel goed op weg zijn en heel goed samen met bedrijven en bijvoorbeeld een omgevingsdienst die samenwerking hebben gevonden om te weten hoe ver zijn we nou, wat kunnen we nog doen en hoe gaan we die stappen vervolgens zetten. Wat we met name hebben geleerd is dat we die samenwerking goed op de rit hebben en dat is natuurlijk eigenlijk wel de eerste voorwaarde. Volgens de minister is het belangrijk dat de gemeenten in ons land bijdragen aan de energietransitie. We moeten die energietransitie ook voor een heel groot deel van onderop doen, waarbij inwoners, ondernemers, energiecoöperaties samenwerken aan opwek van schone energie. Dat we die schone energie ook met elkaar uitwisselen en ook hele slimme lokale oplossingen bedenken. En dat lukt vaak toch beter als je dat in de gemeente doet dan wanneer we dat in Den Haag voor iedereen gaan zitten bedenken. Voor de gemeente Leiden-Dorp is het volgende doel dan ook om rond 2030 net zoveel elektriciteit op te wekken als te gebruiken. Ze gaan eerst kijken naar bijvoorbeeld dit soort kleinere oplossingen, maar dan die op veel grotere schaal toepassen. Gaan we het daarmee redden? We zijn ook aan het kijken naar meer zon, opwekken met zon natuurlijk. Lukt dat uiteindelijk niet? Ja, dan gaan we toch kijken op welke manier misschien met grotere maatregelen we toch die doelstelling kunnen halen. Maar we zijn dus eerst aan het kijken hoe we met eigenlijk kleine maatregelen, maar daar heel veel van, toch die grote impact kunnen maken.